Ja, de vraag is of er een beter onderwijs mogelijk is. En dan gaan we eerst kijken van, is er überhaupt iets mis met het middelbaar onderwijs? Ik kom zelf uit het middelbaar onderwijs, jullie ook trouwens. Maar ik geef er inmiddels ook nog les. En dat doe ik al zo'n 20, 25 jaar, ik weet niet precies. Op dit moment, of de laatste 20 jaar in Amsterdam-West. Op een middelbare school, VMBO, HAVO, VWO, een van de laatste middelbare scholen waar je in alle breedte les kan krijgen. Dat is niet meer zo gewoon. En ik ben eigenlijk al zo lang ik docent ben ontevreden over mijn eigen lesgeven, lesgeven in het algemeen, de manier waarop les wordt georganiseerd. En dat heeft niet te maken met het feit per se dat ik socialist ben, maar meer dat ik zie dat in de praktijk wat je doet gewoon een soort van georganiseerde bullshit overbrengen is. En ik ben daar niet de enige in. Einstein die zei ooit, het enige wat tussen mijn leerproces in is gekomen is het onderwijs. En daarmee bedoelde hij, dat is de plek waar ik het minst opving. En hij spijbelde ook om in een laboratorium stiekem dingen te kunnen gaan doen, zelf dingen te ontdekken. En Chomsky, ook iemand die uitgebreid heeft geschreven over onderwijs, die zegt, alles waar kinderen eventueel in geïnteresseerd zijn en wat ze zelf zouden willen ontdekken, dat leren ze wel af in het onderwijs. Dus er zijn veel mensen die terecht een heel negatieve blik hebben op onderwijs. En, het is niet zo dat alleen zij dit delen als je een onderwijskundige vraagt, die zijn een legio tegenwoordig, die zijn allemaal ontevreden over het onderwijs. En er zijn allemaal continu een stroom aan ideeën waardoor, waarmee het onderwijs dan verbeterd zal worden. Ik kom zo nog op die stroom terug. Wat dat bij mij lange tijd doet, en nog steeds overigens, is een enorme afkeer tegen dit soort vernieuwingsdrang. Omdat ik het idee heb dat die vernieuwingsdrang niets oplevert. En ik daardoor niet mijn core business kan doen, namelijk kinderen naar een diploma helpen. Ik heb gisteren weer 4 uur in zo'n zaal mogen zitten, 3 keer in slaap gevallen. Het summum van het middelbaar onderwijs, namelijk je examen doen en gaan halen, dat is ook de meest verschrikkelijke, saaie en walgelijke bedoeling als je er gewoon zit. Je ziet op dat moment fysiek gewoon, dit klopt niet. Maar wat is er dan mis, volgens mij? Want ik kom zo bij wat de onderwijskundigen in Nederland allemaal vinden. Wat er volgens mij mis is, is dat onderwijs bijna niks met leren te maken heeft. Als je kijkt naar wat kinderen doen voordat ze naar een school gaan überhaupt, is ze leren op een hele andere manier dan bij ons op school. Of dan in primair onderwijs, waar het misschien iets minder erg is dan bij ons. En dat is kinderen leren hun wereld om zich heen te ontdekken en daar een rol te vinden. Ze doen mensen na, ze ontdekken dingen, ze stellen eindeloze reeksen aan voor ons doelloze en zinloze vragen. Dat heb ik waarschijnlijk ook gedaan. En ik ben eigenlijk daar begonnen. Ik ben al een paar weken geleden begonnen met de inleiding. Ik ben een boek van Michael Rose gaan lezen over opvoeding in het algemeen. Maar ik heb het boek op een gegeven moment opzij gelegd. Vind ik een jongen van zo'n van 14. Ik dacht van, ik heb alles verkeerd gedaan. dus ik werd daar niet vrolijk van. Maar ik heb er wel iets van opgestoken. En hij bevestigt wat ik zie is dat kinderen hebben een soort aangeboren nieuwsgierigheid. En ze willen dingen uitvinden en je ziet dat kinderen die dat niet hebben, dan denk je al snel van daar is iets mis. En dat is ook wel meestal zo. En zodra ze op een basisschool komen of een primaire school of een middelbare school, wordt dat helemaal de kop ingedrukt. En dus laten we even formuleren wat volgens mij leren is. Leren is volgens mij dat het ontdekken van de wereld om je heen, je eigen plek daarin ontdekken, welke rol je daarin wil spelen, beseffende dat die rol continu verandert omdat de wereld continu verandert en dat je ideeën continu veranderen en dat je, ik ga het woord gebruiken, de tools, sorry, dat je de middelen, de middelen hebt, mentaal, maar ook gewoon hulpmiddelen, dat je die leert te gebruiken om dat zo goed mogelijk te doen en je daar zoveel mogelijk succes in te hebben en daar zo eigenlijk jezelf te ontdekken. En
wat er op de voorkant van onze school staat. En onze school is niet eens de meest bizarre. Ontdek wat jij kan bereiken. Nou, en dan ga ik dus nu even over naar wat bedoelt het onderwijs daarmee? Want het is niet hetzelfde. Kijk, wat ik vertel lijkt hetzelfde te zijn als de slogan voor op onze school. Ontdek. Ontdek. Nou, ontdek is het laatste wat we doen bij ons op school. Want ontdekken betekent dat je toch, hè, dat je iets wat je nog niet wist gaat exploren. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die we niet weten. Ik weet niet hoe je een vliegtuig moet besturen enzovoort. Maar als je me dwingt om een vliegtuig te gaan besturen, is dat niet hetzelfde als ontdekken. Hè, ontdekken is je toch iets, daar zit een eigen keuze in. Dat hebben kinderen niet. Dus dat echte leerproces van de wereld ontdekken, dat stopt. Hè, zoals Einstein en Chomsky, dat zit echt bij de poorten van school. Er is ook het formele onderwijsproces, het formele leerproces, compleet anders dan het informele leerproces. En bedenk ook wat je daarna doet. Als je gaat werken enzovoort. Het is niet dat je... En dan ga ik weer terug naar het oorspronkelijke leerproces. Namelijk dat je op je werk bepaalde dingen moet kunnen doen. En die leer je daar ter plekke. En we noemen dat just-in-time onderwijs. Hey, op het moment dat er iets van je wordt verwacht, wat je moet kunnen, ga je dat leren. En ze noemen wat wij doen op de middelbare school just-in-case onderwijs. Dat klinkt echt heel fout, maar dat is ook letterlijk zo. En ik wil even een testje met jullie doen. Wie van jullie is, en ik wil het niet hebben over klimaat en Gaza en Jemen en weet je, de grote problemen. Wie is redelijk tevreden met de positie die hij nu heeft? En ik wil niet de psychologisch zwaar verhalen horen, maar gewoon van ja, oké, ik ben wel echt happy waar ik nu ben. En ja, ik vind wel, ja, oké. Okay. Mag ik jou dan vragen? Waarom is 1588 een kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis? Getallen zijn nooit mijn sterkste kant geweest. Wat zeg je? Getallen zijn nooit mijn sterkste kant geweest. Ja, maar ik besef wel dat ik de afgelopen weken meerdere uren heb besteed aan dit punt. Omdat mijn middelbare schoolleerlingen in 5 HAVO, die dit niet weten, misschien hun diploma niet gaan halen. En ik tegen hun zeg... Als je dit niet weet, je haalt je diploma niet, dan heb je een probleem. Maar jij zegt nu dat jij bent waar je bent, redelijk gelukkig, zonder dat je weet wat 1588 inhoudt. Ja, dan kom ik in een existentiële crisis terecht. Want dan is wat ik doe dus niet zo relevant. En dit is precies wat ik bedoel aan te geven met wat er mis is in het onderwijs. Dit is wat is de kans dat iemand van jullie ergens ooit binnenkomt en denkt van 1588... Nu hebben we hem hoor. Ik ga hem toepassen, die kennis. Armada verging, wie weet, heb ik van Parma trok zijn troepen terug naar de zuidelijke Nederlanden. De Republiek werd opgericht. Je weet toch? Het is niet relevant. Ik geef een vak wat hartstikke leuk kan zijn, mits het een ontdekvak is. Maar zoals ik het moet geven, een random stroom van feiten, door anderen bepaald, vastgelegd in leerdoelen. Het is een groot drama. En het geldt voor letterlijk elk vak. Er zijn legio voorbeelden van onderwijs, van serieuze onderwijskundige antropologen, die onderzoeken hoe in bepaalde samenlevingen, waar eigenlijk geen sprake is van een hoger onderwijs, algebra, abstracte wiskunde, toegepast op de situatie waarin mensen opgroeien, werken, leven, op een zeer hoog niveau wordt begrepen, maar niet op een abstract niveau. Terwijl wij het allemaal als abstracte leerstof aan de leerlingen brengen. Dan kom ik even bij, ik geef hem mijn probleem. En het is de essentie van het probleem is dat wat ik leer niet alleen niet relevant is voor leerlingen, maar ook alle tijd ontneemt aan leerlingen om zelf te ontdekken. Dus die tijd neem ik zelf. Maar niet alleen dat, ik zeg ook nog dat wat ik doe relevanter is dan wat ze eventueel zelf zouden ontdekken. En dat is misschien nog wel, het is een ideologie die ik moet uitdragen. En het is een enorm dilemma voor een socialist als docent, maar ik denk voor elke docent die zichzelf serieus neemt, dat je weet dat je die kinderen, ik zit niet in een school, ik geef op een sociaal zwakke school les met leerlingen waarvoor het hebben of niet hebben van diploma essentieel verschil is. En ik kan niet de toffe docent uitgehangen die, kom we gaan gek doen, we gaan ontdekken. Als ik dat doe, veroordeel ik de leerlingen tot een diploma-loos middelbaar onderwijs bestaan. En als je mij vraagt, ben je een goede docent?
geef ik twee antwoorden. Nee, want ik kan niet volgens de principes van goed onderwijs lesgeven. Ik doe dat ook te weinig. Sterker nog, ik ben een van de mensen die het hardst gaat zitten op... Nu moet je je bek houden. Nu moet je leren. Wat geen leren is. Nu moet je accumuleren van informatie. Moet nu plaatsvinden. Hou je mond. Luister naar wat ik zeg. Ik heb de examens geanalyseerd. Dit is wat je zeker moet weten om een kans te hebben om je diploma te halen. En je mag daar moreel over oordelen. Ik beoordeel mezelf daar moreel altijd om, maar ik kies altijd voor de foute kant. Omdat de foute kant in de samenleving waar we zitten de oplossing is voor veel van de problematiek waar mijn leerlingen mee zitten. Maar het is dit precies is de spanning in het onderwijs. Nou, is er een beter onderwijs mogelijk? Onderwijskundigen vinden van wel. En ik heb ze even opgeschreven. Algoritmisch gedreven leerproces. Gepersonaliseerd leren. Adaptief leren. Gedigitaliseerd leren. Leraar is de gids in het individuele leerproces. Wat dan? Team leren. Groepsleren. Ownership van je eigen onderwijs. Het zijn allemaal termen uit de onderwijskunde die op dit moment worden toegepast. En die ook worden gepropageerd door het ministerie. Dat is trouwens is hetzelfde als, ik kom langs een bouwproject bij ons in de buurt en je ziet altijd, het bouwproject ziet er altijd prachtig uit met schildering van hoe het eruit gaat zien, mensen, community feeling, bla bla bla. En dan komt er uiteindelijk een flat van boven de 500.000 waar niemand kan wonen. Alles in de wereld wordt anders weergegeven dan het is. Social media heeft daar mee te maken, maar onderwijs heeft daar mee te maken. De slogan bij ons op school. Maar ook al dit soort dingen, en het ministerie doet daar dus aan mee, die zegt van ja, die vernieuwing moet plaatsvinden in het onderwijs. De inspectie speelt daar ook een rol in. We worden ook beoordeeld of we niet te paternalistisch omgaan, dat we kinderen wel ownership geven in hun leerproces. Tegelijkertijd is het ministerie de bewaker van en de opsteller van een enorme hoeveelheid leerdoelen. Weet je, het burgerschap bestaat uit 54 leerdoelen. Ik heb ze eens bekeken, wij voldoen aan 12. En pas als je ze alle 54 beheerst met een marge van afwijking van 10% lever je goede burgers af. Dat is waanzinnig. Dat soort dingen worden opgesteld. Plus het CITO beheerst nog steeds het onderwijs. Ik word knettergek van elke onderwijsvernieuwer die bij ons op school komt. En die propageert dat vernieuwing het uitdaging is van het middelbaar onderwijs. En die geen één keer het woord CITO in zijn mond. Want ik word uiteindelijk niet, als ik dat zou doen, en stel ik doe dat op een privéschool met 16 leerlingen in mijn klas max. En we hebben allerlei middelen tot ons beschikking. Maar dan lukt het me wel. Maar ik heb een klas van 32, 33 leerlingen die daar niet in passen, die geschiedenis van me krijgen. Die allemaal stuiterende kinderen van 16, 15, die helemaal geen interesse in wat ik heb te vertellen. Kom op met je onderwijsvernieuwing. Het leidt af van waar je maar uiteindelijk op afrekent, namelijk, hè? En wat gebeurt er als we slecht scoren? Wordt onze eigen accreditatie van de sectie om een eigen examen te horen na te kijken, wordt afgenomen. Wat bij ons bij een sectie al eens een keer is gebeurd. Dus, ik zeg niet dat het complot is. Er zitten gewoon onderwijsvernieuwers die heel erg veel invloed hebben op het ministerie. En er zitten mensen die gewoon het leerproces volgens het kapitalisme, dit en dit en dit, willen we dat we leren. We willen ook dat zij leren om in tempo te werken. Dat ze stukwerk kunnen doen. Dat zij, de leerfabriek, de toetsfabriek, dat ze daarin succesvol zijn. Dat is wat we ze aan willen leren. Die twee groepen mensen komen elkaar kennelijk weinig tegen op het ministerie. En je hebt soms duivels ertussen zitten die je allebei weten te combineren in een mooi verhaal. En dat is waarom ik zeg, al die onderwijskundige dingen die er komen, ook al komen ze vaak van marxisten als Vygotsky, van Chomsky, van Einstein. En ze komen ook altijd, Vygotsky is de enige marxist die mag in de wereld, op soms Gramsci na. Vygotsky is in de liberale wereld echt iemand, terwijl het een ongelooflijk radicale pedagoog is, die vindt dat onderwijs aan leerlingen gegeven moet worden. Dat zullen ze nooit doen. Ze gebruiken stukjes eruit om onderwijsvernieuwing te verkopen die de enige doel heeft, hè? Denk maar algoritmisch leren.
Het enige doel is om de kinderen nog efficiënter door dat door hun gekozen leerproces te werken. Waarin wat het kind wil en kan helemaal niet relevant is. Nou, wat zou ik nou anders kunnen doen dan 1588? Om het maar even op geschiedenis te hebben. Ik geef ook maatschappijwetenschappen. Ik denk daar zal het wel leuk zijn om les te geven. Want daar zijn hoofd- en kernconcepten die ik in een strop moet duwen. En leerbegrippen die ze moeten kennen. Tot op het echt letterlijke naam. De Republiek is natuurlijk een super interessante tijd. De opstand is een ontzettend, is een revolutie. En het heeft natuurlijk heel veel weerklank nu. En het, je kan het terugbrengen tot situaties thuis. Als ik dat zou kunnen doen, als ik kinderen zou kunnen zeggen, stel je voor je bent gewend om alles altijd op een bepaalde manier te doen en je komt mensen tegen die willen het opeens anders. Heb je wel eens zo'n situatie meegemaakt? En hoe zou jij reageren? En hoe zou jij reageren? En wat, stel je voor je zou toch het op je eigen manier blijven doen en iedereen om je heen wil dat niet. Hoe zou je dat aanpakken? Dan ben je bezig met, in dit geval de psychologie, om binnen bepaalde marges die er zijn, keuzes te maken. En dan kan ik vervolgens, mocht ik dat eigenlijk nog relevant vinden, zeggen, nou dat is waar Philips II voor stond, toen hij sukkels in noordelijke Nederlanden zich los wilde maken van zijn land. En, maar daar gaat een tijd in zitten om dat te doen. Daar gaat een ontdekkingsproces in zitten die ik niet heb. Want ik heb maar 3 uur van 45 minuten waarin ik het moet doen en waarin ik leerdoelen moet halen. Maar wat ik dan wil zeggen is, ander onderwijs is absoluut mogelijk. Maar dan zal het onderwijs compleet anders ingericht moeten worden. En als ik dat zou propageren, dan kom je tegen de grenzen aan van een systeem dat daar helemaal niet de behoefte aan heeft, want dat is niet de rol die onderwijs voor ze speelt. Hij beseft goed dat het middelbaar onderwijs en het basisonderwijs is ooit ingevoerd, niet zozeer om te leren, maar omdat kinderarbeid werd afgeschaft. Kinderen zijn vreesden. Een van de grootste problemen van de kinderarbeid was, wat doen die kinderen als ze niet aan het werk zijn? Dan lopen ze over straat. We moeten ze op een plek zetten waar iemand op ze past. Daar heeft mijn oma nog voor 60 kinderen les gegeven. Denk maar niet dat daar één iemand iets leerde. Het was gewoon, en ze hadden nog geluk dat er 2 lokalen waren, want de generatie voor haar moest gewoon in een grote zaal 60 tot 100 kinderen stilhouden. Het is gewoon kinderen stilhouden en het is met allerlei liberale en linksige ideeën en ogenschijnlijk leuk klinkende leerdoelen allemaal opgelukt. Maar de essentie van het onderwijs is nog steeds om kinderen tot zij klaar zijn voor het arbeidsproces stil te houden en daar klaar voor te maken. En niet dat ze uiterst intelligent in dat arbeidsproces komen, maar uiterst gedisciplineerd. Het is de discipline. Ik weet niet, wie van jullie studeert aan de universiteit of HBO? Dat zou toch, weet je, dan mag je meer ontdekken. Ik heb een oud leerling van me die doet urbane sociologie in Rotterdam. Die doet nu haar masterscriptie. En dit is hoe het doorwerkt, het systeem. Zij heeft een hoogleraar en die doet internationaal onderzoek naar migratie. En dan, die heeft data verzameld met anderen over hoe mensen die gemigreerd zijn, hoe ze contact onderhouden met het moederland. Dat is een onderdeel ervan. Het is een veel groter onderzoek. Hij wil zijn onderzoek zo relevant mogelijk maken. Dus dat heeft hij nu gedaan. Hij doet urbane sociologie. Hij heeft gewoon tegen studenten gezegd, in mijn tijd mocht ik nog een scriptieonderwerp zelf kiezen en mijn eigen onderzoek doen. Hij zegt van nou, als jij met mijn data 94 vragen, als jij daarin een onderzoekje aan linkt, dat ongeveer te maken heeft met dat migratieverhaal en hoe ze contact blijven onderhouden, prima. Mijn leerling zegt, er zitten letterlijk 3 van de 94 vragen hebben een indirect verband aan mij. Dus daar moet ik iets uit halen om af te studeren. Toen had ze de keuze van, ik kan gaan vechten en mijn eigen onderzoek willen doen, wordt die man zo graag en hij gaat me beoordelen. Of ik doe wat hij doet en ik kan gewoon, net alsof ik een vak doe, volgens zijn normen het onderzoek afrollen. Ik heb mijn master, ik heb mijn diploma. Dus wat leert ze hier nou van? Ze leert hiervan, slik, en komt een stap verder. Heb je veel ontdekt, heb je veel geleerd? Alle ideeën die je had over, over het veranderen van het urbane landschap, het tegengaan van gentrification,
Al die dingen. Weg. En ze heeft voor dat. Vind je het gek dat ze voor het laatst heeft gekozen? Je gaat master doen. Die tijdstuk die je hebt. Het is logisch dat je doet. En dat is precies hoe wij al generaties lang talentvolle mensen verpesten. En dat begint echt in het middelbaar onderwijs. Primair onderwijs heeft echt nog wel de dingen van ontdekken. Ook al zie je daar steeds meer toetsen. En de kikkertjes en de olifantjes en dat soort dingen. Je ziet het in de luizenmoeder en het is echt, sorry. Maar daar kan nog veel meer ontdekt worden in het middelbaar onderwijs. Maar vanaf het middelbaar onderwijs maken we kinderen gewoon gedeeltelijk geestesdood. En ik sta elke keer weer er komen kinderen weer langs, zeggen, hey bakker, het was wel echt tof op school. Maar wat ze daarmee bedoelen is gewoon, het was gezellig, leeftijdsgenoten bij elkaar. Maar besef goed dat het gewoon echt compleet anders wordt te gaan. En als jij later kinderen gaat krijgen of neefje of nicht moet adviseren, zoek naar een school waarin ze zo min mogelijk praten over onderwijsvernieuwing. Je merkt dat er ruimte is voor gekke dingen. Ik werk goed samen met iemand van het IFCO, wat natuurlijk een van de leukste middelbare scholen is van Amsterdam. Dat ze aandacht hebben voor cultuur en dat soort dingen. Mijn collega maatschappijwetenschap scoort 2 punten lager gemiddeld dan ik voor het examen. Maar wie heeft het meeste succes als het gaat om onderwijs? Ik volgens de normen van het ministerie. Maar misschien dat zijn leerlingen toch wel met iets andere bagage, met iets meer van zichzelf de wereld ingaan. Dat is waarom het een fout beroep is, docent. Net zo goed als politieagent een fout beroep is. Goed. Net nood. Ja. Dankjewel. We zijn er vragen. Ja, afronding van de discussie. Zijn veel dingen naar voren gekomen, veel voorbeelden van de tegenstrijdigheid van onderwijs, het leren van feiten versus mag een leerling zichzelf ontwikkelen. Ik vond je bijdrage over conflicten, les over conflicten heel erg. Nou, dat is heel erg tekenend. Ik krijg in mijn postvakje vaak verzoeken van de buitenwereld. Die willen dan in ons systeem dingen waarvan ze denken, dit is vast relevant voor onderwijs. Dat willen ze dan, we kunnen langskomen, het is vaak ook niet duur en we hebben een heel lespakket, hoeven zelf niks te doen. En dan moeten wij, dat gaat vaak meteen de prullenbak in, omdat we gewoon daar gewoon geen tijd voor hebben. Terwijl het vaak de dingen zijn waar leerlingen van zitten, dat vonden we tof. Ik weet, twee jaar geleden alweer, hadden we een Syrische vluchteling op bezoek en zo. Nou, dat voor die kinderen die een enorme impact op ze gehad, maar we hebben daar gewoon geen tijd voor, vaak ook geen geld overigens, om dat te doen, terwijl dat juist gaat om de wereld om ze heen. En er is geen tijd voor de wereld om ze heen, want de leerdoelen zijn, die worden echt aanbeden als goden. Ja, even terugkerend op meer dan 90% van de leerlingen in mijn klas is Marokkaans of Turks. Dus, en die mag voor mij allemaal blijven zitten. Nee. Goed. Weet je, ik denk, je weet je vanuit je eigen generatie, je bent natuurlijk al wat ouder. Je bent al wat ouder. Nee, kijk, de generatie Marokkaanse Turkse leerlingen, migranten, zijn gewoon zo Nederlands als de pest. En ik zou kunnen zeggen, net zo verpest in de zin van, je kan zeggen, objectief gezien hebben ze meer behoefte aan mobiliteit via het onderwijs. Onderzoek blijkt uit dat dat gewoon niet zo heel erg werkt, helaas. Maar ze hebben dezelfde afleidingen. Zij zijn ook verslaafd aan Fortnite. Ze hebben ook alle moderne technologische middelen van thuis. De ouders, de Marokkaanse Turkse ouders van nu zijn ook gewoon één grote verwendmachine die leerlingen van mij allerlei dingen waar ze een beetje makkelijk beloond mee worden, spelletjes spelen, in plaats van de dingen die op lange termijn een gevoel van zelfvertrouwen geven, namelijk een diploma of wat dan ook, meegeven. En ik doe mijn uiterste best om juist bij hun te zeggen van, goh, ga alsjeblieft, dit is zo belangrijk voor je enzovoort. Maar dat besef is er niet. Het zijn de jongste broertjes en zusjes, ze zijn verwend. Ik heb dan een oude broers en zus in de klas gehad die moeten struggelen. Die beseffen dat die komen dan ook.
met zo'n, ik weet niet wat ik met Lisa moet doen. En dat soort dingen. Het is gewoon, besef gewoon, dat is ook de andere kant van de emancipatie, van de integratie. They're just like the other kids. Hè? En ze willen niet vaak en ze hebben er gewoon geen zin in. En daar moet je gewoon mee zien te rooien. En dat brengt me meteen bij, echt, het probleem van het middelbaar onderwijs is best wel groot. En dit is geen karikatuur. Kinderen spreken niet meer met lidwoorden en voorzetsels. Met zijn toet. Met zijn pen. Hier zien jullie verstaan leerlingen al niet meer. Maar wat een kind dan zegt, de meester, heeft u een pen voor me? Met zijn pen. Met zijn toets. Mag ik mijn toets even inzien? Het taal, en dan kun je zeggen, ja, dat is straattaalgebruik wat later weer gecorrigeerd wordt. Ik heb laatst, zat ik in de examencommissie om een brief van een leerling die in beroep ging tegen een straf. Nou, dat straks naar de HBO. It's impossible. Geen zin was goed. Er stonden de meest gekke formuleringen in. Ik zeg niet dat kinderen dommer worden, want dat is niet zo. Maar kinderen weten de leerdoelen steeds minder goed te halen. Dat is iets wat te constateren is de afgelopen jaren. Dat is een landelijke trend. En dat is omdat het onderwijs niet werkt. Het is... Voor kinderen hebben steeds zoveel afleidingen daarnaast, dat school daar een onderdeel is van de dingen die ze doen, dat ertoe leidt dat we niet alleen te maken hebben met onderwijs, inderdaad alleen voor rijke kinderen in deze meritocratie, die thuis voor de huiswerkklas extra erbij krijgen, bijles erbij, iemand die thuis komt, die worden wel bijgeluld, die worden wel maar de arme kinderen gaan eraan onderdoor. Ik zeg je, juist deze revolutie voor het onderwijs is het hardst nodig voor de kinderen waarvan het lijkt alsof het zo ver van hen afstaat omdat hun ouderlijk huis anders is ingericht. Voor hun is die aandacht op school, het gesprek op school, wat wil jij bereiken, wat wil jij leren, waarom wil je dit doen, waarom wil je het niet doen, waarom wil je dat niet leren, is nog het allerbelangrijkste om die discussie te hebben daarover. En om ze kritische burgers te maken, zelfstandige burgers te maken. En dat word je niet door simpelweg. Het is eigenlijk hun enige verzet, is de afkeer van alles wat jij doet als docent. Je moet dat beseffen dat als docent is dat gewoon iets wat je doet. Wat ik zeg overigens ook niet dat dit onderwijs waar ik voor sta in dit systeem verwezenlijk kan worden. Ik ben er niet cynisch over. Ik zeg, daar is een revolutie van nodig. En die revoluties vinden plaats, of je het wil of niet. En opstanden zullen ook hier zijn. Er zullen kinderen zijn die op basis van klimaatprotesten op een gegeven moment zeggen, dat dit is dom dat we op school aandacht aan hebben besteed. Dat is de verandering die je nodig hebt. En dat is wat je kan doen, of je nou burger bent, docent, ouder, wat dan ook. Je moet willen dat op een school kinderen inspraak hebben. Meer te vertellen hebben. Je wil dat je kind op zo'n school les krijgt. Of dat kinderen in zo'n school zoveel mogelijk inspraak hebben. Je wil dat docenten zich bewust zijn van dat er iets mis is met de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Dat ze dat ook af en toe gewoon uitdragen. Je wil dat klassen zo klein mogelijk zijn, zodat er zo veel mogelijk tijd is voor het gesprek. Wat echt een manier is om te leren. Je wil dat er zo min mogelijk bezuinigd worden, zodat er extra middelen zijn die kinderen die ze thuis niet hebben, in ieder geval op school wel kunnen gebruiken. En je wil dat er vervolgens kwalitatief goede docenten zijn die het lukt om met al die mensen en maar je kind aan een diploma te helpen. Want dat is binnen dit systeem nog steeds een noodzakelijke voorwaarde om een stap verder te maken. En in de meantime is het onderwijs en de bevrijding van het onderwijs een onderdeel van de bevrijding van de mens op alle fronten. En dat moeten we heel erg beseffen, dat is niet iets wat je in het onderwijs. Ik ben het niet met onderwijs. En je vindt wel eens boekjes hier tweedehands. Onderwijs op socialistische wijze in het kapitalisme. It's impossible. Het kan niet. Daarvoor moet het systeem veranderen. En ik ben als docent niet degene die verandering gaat inzetten. Dat gaan leerlingen moeten doen. En dat gaat de maatschappij als geheel moeten doen. Dankjewel.